Al mijn broeken beginnen ook al helemaal af te zakken. Het vliegt er echt af. Ik dacht, ik ga vandaag weer eens een keer een dagje vloggen voor jullie. Maar het is maandag trouwens. Maandag! Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En vannacht hebben wij echt een hele goede nacht gehad. Want Jax heeft alleen maar geslapen. Hij is natuurlijk wel voor de voedingen gekomen. Dus voor mij is het gewoon voeden, meteen weer slapen, voeden, meteen weer slapen. En helemaal niet geil tussendoor. Wow. Dat is echt halleluja. Maar waar ik dus aan zat te denken, wat wel een leuk ideetje is, is om een beetje vol te houden, zeg maar, wat ik eerst altijd deed. Dus eerst deed ik altijd een zwangerschapsupdate. En nu wil ik dan, zeg maar, elke maandag een beetje een soort van afterzwanger slash hoe het nu gaat met mij lichamelijk en met Jax update doen. Hi Bart. We zijn erachter gekomen dat als je hem een beetje hoog houdt, zo dat hij dat heel leuk vindt. Even hoog houden. Ah. Oh. Hey, kijk. Hey, hi Jax. Hey. Hoi. Hey. Hoi. Kijk eens, daar gaat één oogje open. Hey. Wow. Zoals je hoort op de achtergrond, is het gewoon af en toe best aanboten en horror na die heerlijke, lekkere zwangerschap. Hoe doen vrouwen dat die alleen zijn? Want Bart die gaat vanaf morgen, zeg maar, weer een beetje werken. Of vanaf nu eigenlijk, maar het lukt hem nog niet. Maar hoe doen vrouwen dat die alleen zijn? Douchen en zo, waar leg je neer? Ik ben echt heel erg benieuwd naar tips. Dan kan je toch eeuwig blijven knuffelen. Ik ben samen met Jax Jola halen en ik heb me hier zo op verheugd om dit lekker lopend te doen met de wagen. Echt heerlijk. Ik heb alleen Dexie eventjes niet meegenomen omdat ik heel even wil kijken hoe het gaat in mijn eentje. Maar die neem ik volgende keer ook wel mee, denk ik, want het gaat prima. Tussendoor heel even zitten en dan gaat het nu weer. Kan ik weer gaan lopen. Hoe schattig als je dit bruggetje overgaat. Kijk naar Jax's wangetjes. Dit is zo leuk. Grote zus die je bent. Lopen, Jax. Lekker dagje gehad vandaag? Ja? Nou, ik ga even de horloges uitpakken. Dat is de baby. Ik ben benieuwd. Een ice watch. Ta-da-da-da. Vette horloges, hè? Die paarsige is van mij, die mintgroenige is van mama. Hebben we al een setje gekregen. Oh, die van jou moet nog even op tijd worden gezet. Oh ja. Hallo, goedemorgen dinsdag. Nou ja, goedemorgen. Het is inmiddels alweer 12:30. En serieus, ik zit echt net vanaf 12:00 pas beneden op de bank. Het was echt, we hebben Jax in bad gedaan samen. En ik heb een was opgevouwen. En één mailtje gestuurd. Nou, dat was het. Zelf gedoucht. Meer ben ik niet aan toegekomen. En het wordt wat, want nu wordt echt mijn allereerste moment helemaal alleen. Daar gaat hij dan. Gaan we even op pad. Wow, ik ben jaloers. Jaloers? Ja, ik wil ook aan het werk. Love you. Ja jongens, ik heb gegeten. Want voor het eerst... Sinds dagen ligt hij heel even relaxed in zijn box. Lief, hè? Hey. Oh. Oh nee. Nee. Ik zei niks. Dit gebruik ik nu ook tegen krampjes. Kennen jullie dit? Nou ja, ik weet nog niet helemaal of het helpt. Maar alles wat kan helpen, dat moeten we natuurlijk proberen. Ik ben weer even speentjes aan het uitkoken. Pakt hij niet, helaas. Want de borstvoeding gaat goed, dus in principe mag ik van mezelf een speentje gebruiken. Maar
Hij vindt het niet echt lekker. Of hij denkt gewoon, ik laat me gewoon niet in de maling nemen. En hij spuugt ze steeds uit. Maar goed, hè? Dan hebben we ze maar in ieder geval klaar liggen. Wanneer er weer nood is. Dus ik heb gegeten. Ik heb hem gevoed. En ik heb nu nog een uur over voordat ik Yola moet halen van school met een vriendinnetje. Nou, halleluja. Ga ik dus even een theetje maken. Oeh. Af en toe krijg je tussendoor ook echt van die zeurende pijn in je tepels. Oké. Zo, heel even snel een shirtje aangedaan, want ik zweet echt als een gek, als een gek. Dus het shirtje wat ik net aan had voelde alweer vies. Dit is trouwens hoe Jax ligt momenteel. Mijn bed is nog steeds opgehoogd. Dan lig ik aan die kant en dan heb ik Jax hier bij me. En dan kan ik 's nachts dit opzij schuiven. En heb ik daar als verschoningsspulletjes, luiertjes en zo. En dan leg ik het allemaal zo neer dat ik gewoon echt mijn bed niet uit hoef 's nachts. Dus verschonen, alles, ja, yeah, I know, alles gebeurt in bed. Ik heb wel dan ook wel zo'n dingetje erbij en zo. Eerlijk is eerlijk. We hebben ook zijn nestje vaak op bed liggen. Zodat hij ook af en toe tussen ons in kan liggen. Ik weet het, het is niet hoe het hoort, maar wel hoe het is. Ja, dus dat lukt nog niet helemaal om alleen maar in zijn bedje te laten slapen. Nou ja, dat vocht dus, wat ik allemaal kwijt aan het raken ben. Dat is ook wel echt te zien. Ik zou even een body update doen in deze after zwanger update vlog. Echt hè, serieus, waar is die buik? Al mijn broeken beginnen ook al helemaal af te zakken. Moet ik echt optrekken. Dit is mijn buikje. Nu. Het vliegt er echt af. Het gaat echt weer net zoals met Yola. Toen was ik natuurlijk 30 kilo aangekomen. Toen was het ook met een paar maandjes allemaal weg. En dat was echt een combinatie van hormonen. Minder trek door de hormonen. Zweten. Dus vocht kwijtraken. En nog eens zweten, 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 zweten. Dus vandaar heel vaak nieuwe kleding. Echt een genot. Ik ben inmiddels helemaal klaar om de deur uit te gaan. En ik ga hem nu pas wakker maken. Dus hij heeft gewoon geslapen totdat ik Yola van school moet halen. Ik heb gewoon echt even een uurtje iets achter de computer kunnen doen. Laten we hem inpakken. Heerlijk. Echt, wat een verschil met deze ochtend weer dit. Oh, ik voel me zo goed. Love it. Yola, heb jij jezelf vanochtend aangekleed? Ja. En toen werd het dat. Ach ja, wat maakt het ook uit eigenlijk, hè? Voor morgen leg ik je kleren wel weer klaar. Ik ben kapot van de baby. Kapot van de baby? Hoezo? Jij? Van de nachten. Van jij, ja, jij. Oh, ik? Maar nu gaat het wel weer. Vandaag had een hele goede dag. De vorige nacht. Het is wennen. Het is wennen. Maar tepelkloven kom je natuurlijk niet meteen vanaf. Dus, wat heb ik besteld? Ik had eerst andere hydrogel pads. Maar bij die andere die ik had, vond ik het heel onduidelijk welke kant boven of onder was. En voor het geval dat ik het steeds verkeerd om zit te doen, heb ik maar deze besteld. Dus ik ga even kijken of deze wel een beetje makkelijker zijn. 24 uur lang herbruikbaar. Het staat alleen wel dat je je borst steeds moet schoonmaken na gebruik. Dat vind ik wel lastig. Dat was echt een topdagje. Heerlijk. Dus, dank jullie wel voor het kijken. Abonneer voor meer en duimpje omhoog enzovoort. Dankjewel, doei!